Dat is de winnende koffer. En ik sta inmiddels al voor het huis waar ik moet zijn. Onder in beeld ziet u andere postcodes verschijnen als u meespeelt met de postcode loterij. Van harte gefeliciteerd met uw prijs. Alweer de laatste miljoenenjacht voorlopig dan. Goedenavond. Winsten Gerstenoits. Goedenavond. Van de... Oh, hij gaat al open. Dat is goed nieuws. Van de postcode loterij. Mag ik even boven komen? Ja, eerste verdieping. Oké. Okay. Daar gaan we. Het is lang geleden dat ik in dit soort trappetjes opliep in Amsterdam. Goedenavond. Hi, goedenavond. Suzanne? Ja? Hi. Ik ben Winston. Goedenavond. Van de postcode loterij. Hallo. Namens Miljoenenjacht ben ik hier. Ik zag net de camera's al staan. Ik denk, er is iets gebeurd. Er is iets aan de hand. Ja, dat gebeurt hier nog wel eens, hè? Ja, maar dit geloof ik toch niet. Dus zullen we de handen vast blijven houden? Ja, oh. Sorry. Je bent live op tv, is dat goed? Ja, zeker. Kom er maar in. Ik kom net thuis, wat een goede timing. Ja, wij zeggen namelijk nog geen lichtplan. Kom, jongens, kom er achteraan. Zo, zo. Heel goed. Hey, wat een gezelligheid. Wie is dat allemaal? Dat is mijn broer. Hey, Bernard. Hoi. Hey, Bernard. Mijn zwager. Hoi, hey. Lennart. Winston, hoi. Kom zitten. Op je eigen bank. Jeetje. Oh, je zat te kijken. Ja, nou, ja, zij zaten te kijken. Ik kom net thuis. Zitten. Dat is altijd leuk, hè? Heb je jezelf eens op tv gezien? Ja, nee. Niet echt? Nee. Nou, kijk, nu zie je jezelf op tv. Oh, bizar. Verband, hoor. Kijk eens, een bloemetje. Ja, dankjewel. Hé, hey, en waar was je vanavond? Ik was bij mijn ouders op visite. Oh, even gezellig. Zondagavond eten bij... Even bij mijn ouders eten en mijn kat ophalen. Die loopt hier ergens. En mijn broer die kwam toevallig langs. Oh, de deur in de gaten. Ons hadden we vorige week ook. Liep die ook bijna weg. Oh, nee, dat kan niet. Hey, dus je broer kwam gezellig langs. Ja, en zij waren er eerder dan ik. Want ik kon niet parkeren, omdat er was een weg dicht daar. Dus, oké. Okay. Hé, hey, en je woont in Amsterdam dus? Ja. En wat doe je? Ik werk in de cruisebranche. In de cruisebranche? Ja. Oh, ja. Oh, er is veel over te doen, hè? Ja, dat ze niet meer in het centrum van Amsterdam mochten aanmeren. Ja, en nu naar meiden allemaal worden gedumpt. Gelukkig die van ons niet. Oh, heel goed. En dus, leuk, hè? Maar zit je ook op de boten? Ook, ja, ook. Ik reis heel veel. Ik ben verantwoordelijk voor alle sales in Europa. Dus super spannend. Een hele leuke baan. Hele leuke baan, ja. En nou, je woont leuk. Ja. Zijn er nog dromen? Nou, ik maakte net de grap. Ik moet de tandartsrekening betalen. En die valt dus, tegen? Nou, die viel wel tegen, ja. Hmm. Ja. Hey, en je speelt mee met de postcode loterij. Ja. Waarom ben je gaan meespelen? Ik speel heel erg lang mee. Waarom ben ik gaan meespelen? Nee, gewoon omdat ik het leuk vond en voor de goede doelen. Ja. Allebei. Ja, allebei. Ja, allebei. Goede doelen. Ja. Steunen we er heel veel van. Ja. En dit soort momenten. Ja, echt bizar. Hey, je hebt de finale gezien. Of, ja, we zagen het net. Ja. 299.000 euro. Bizar. We hebben het er nu over. Zometeen ga ik het opschrijven. Dan is het van jou. Wat betekent dat voor je? Ja, ik kan niet geloven. Nee, want dat gevoel krijg ik een beetje. Dat je het eigenlijk gewoon nog helemaal niet beseft wat voor bedrag dat is. Ongelooflijk, ja. Ja, daar kan je alles mee. Echt bizar dat dit gebeurt. Ja. Fijn, hè? Ja. Hij daalt nu een beetje in, hè? Ik denk echt toch nog steeds niet, maar het zegt. Jongens, kom erbij zitten. Je broer is ook helemaal in tranen, zie ik. Kom erbij, man. Hallo. Ja. Jongens, heel gaaf. Ja, ik zag jou van die staan meer, man. Waarom ben jij er zo emotioneel van? Omdat ik het zo van harte gun. Ja, wat heerlijk. Oh, wat fijn, broer en zus. Ja. Nou, ik ga niet jank zelf ook die laatste. Dan komt hij aan, jongens. Kijk eens. Ja. 299.000 euro, lieve Suzanne. Echt bizar. Hij is voor jou. Dit is gewoon echt. En de confetti erbij. En twee keer zelfs. Hey, super. Fijn, ja, heel erg. Ja, dankjewel. Het is mooi dat je zo emotioneel kan zijn voor je zus. Echt cool. Het fijn. Ja. Nou, de tandartsrekening komt goed. Ja, dat komt goed. Je kan groter denken. Ja, absoluut. Heel veel geluk te mij. Ja, dankjewel. Ga er goed mee om en mooie dingen mee doen. En geniet er vooral van. Ja, ga ik zeker doen. Heel erg bedankt. En bedankt voor het meespelen, want als je niet meespeelt... Nee, dan krijg je sowieso dan niks. Krijg je eerste prijs. Nee. En het leuke is, dit mooie bedrag, die 299.000 euro, die gaan wij zo samen verdelen. Ja. Aan alle mensen die meespelen met dezelfde postcode als jij. En die postcode die verschijnt, als het goed is, nu in beeld. En het leuke is dat hoeveel mensen dat zijn, dat weten we nog niet precies. Maar dat mooie bedragen zijn, dat weten we wel. Mm-hmm. Dus we gaan heel veel mensen hier in de straat blij maken. Worden allemaal jouw beste buren vanaf dat moment. Ja, ik ben en hoeveel mensen dat zijn en hoe blij ze zijn, dat zien we allemaal morgenochtend in koffietijd.
Het seizoen van Miljoenenjacht zit erop. Ik hoop binnenkort op zondagavond gewoon weer bij u aan te bellen. En nou, misschien zitten we dan ook wel zo onder de confetti samen op de bank. Ik hoop het. Heel graag. Tot dan. Dag. Hele aflevering kijken? Ga naar kijk.nl. Je ziet meer met Kijk.